Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. We gaan even kijken, dit is een tweelingzielenbericht. We gaan kijken naar de energie tussen jullie, wat er op dit moment aan de hand is. We gaan kijken bij de ander. Oké, we gaan eens even kijken, wat is er bij de ander aan de hand? Nou, wat mag je zien? Karmic lessons, peer pressure, moral codes. Dus er is karmische stukken zijn er aan de hand. Hij mag karmische dingen leren. Ik spreek even van hem. Denk even om als je dus over een vrouw gaat. In een oracle, you are the channel, déjà vu, self-fulfilling prophecy. Ik heb het gevoel dat die persoon in balans moet komen met bepaalde zaken op dit moment. Even kijken wat er nog meer speelt. Ja. Ascension flame, liberation, a sense of greater purpose, high expectations. Deze persoon mag oude patronen loslaten, oude karma stukken loslaten. Misschien de energie van anderen loslaten, heb ik het gevoel. Dat hier iets karmisch gebeurt, dat hij een kanaal is voor bepaalde zaken, maar dat het ook een kanaal kan zijn voor negatieve energieën. En dat hij daar bovenuit mag stijgen. Dat hij een cirkel door mag breken. Kijk, als je dan hier ziet, de cirkel, je ziet het gezicht half open. Dan mag iets gezien worden. Dan mag iets gezien worden waar de ogen tot nu toe gesloten voor waren. Maar er komt licht naar binnen. Ik heb ook het gevoel dat het om de kracht gaat. Je ziet hier de olifanten. En dat het te maken heeft met karmische lessen om de kracht te vinden om nieuwe wegen in te slaan. Je ziet er achter de deur. En dat hier heel veel energie om het hoofd zit. Misschien wordt deze persoon door een karmische les verhinderd om stappen te zetten. Dat het te maken heeft met bepaalde zaken die opgelost moeten worden. Morele codes. Maar ook de kracht en de druk ook voelt om... Ja, iets op te lossen om een poort door te gaan, maar toch eerst in zichzelf. Je krijgt ook hulp, het is de kaart 11, hulp van spirit. Wordt nu ook gedwongen om de rust te nemen. Meer rust en meer inzichten, meer helderheid krijgt die persoon in die karmische lessen. Waarom die zich bedrukt voelt om een bepaalde zaak op te lossen. Het heeft met energie toch ook te maken van buitenaf. Beïnvloeding hoor ik. En daar wordt die persoon dus nu voor gewaarschuwd van laat je niet beïnvloeden door andere mensen. Dat is wat ik hierbij zie. Voordat deze persoon de poort door mag gaan. De poort door mag gaan naar het geluk. Er staan twee olifanten die beschermen die poort eigenlijk. Dat die persoon dus alleen maar daar naartoe mag. Als deze karmische lessen opgelost zijn. En er hangt deze persoon gewoon nog iets boven het hoofd. Je ziet ook dat ze haar hoofd vasthouden. Ik heb ook het gevoel dat hij heel veel nadenkt. Heel veel nadenkt, hoe moet ik dat oplossen? Maar ik word ook gewezen op de cirkel. Krijg ik ook de kaart te zien van de wereld. Van het tarot. Dus de wereld gaat dadelijk 180 graden draaien, zodat deze door deze poort kan gaan. Dat is een karmische les. Dus even nadenken, hoe moet hij dat aanpakken? Maar het voelt alsof hier iets gezuiverd mag worden. Een karmische les, een oud patroon wat zich herhaalt. Dus ook hier die cirkel weer onder hoofd. Een oud patroon wat zich herhaalt, wat misschien al 5 keer. Nou, je ziet ook de 5. 5 blokjes. Dit is ook een transformatiekaart. Dat het niet nog een keer gebeurt. Dat de cirkel zich nu sluit. Dat dit niet nog eens herhaald wordt. Ik heb het gevoel dat hier een bepaalde energie aan het werk is. Je ziet ook dat rood en dat oranje-geel. In alle kindstukken misschien. Die geheeld mogen worden. Je ziet dat zij rood heeft. Ook weer het basischakra. En de kleur roze. Staat voor mij, maar ook paars staat voor mij voor het hartchakra en de inzichten van het spirit, het kruinchakra. Dus je mag iets gezien worden vanuit het hartchakra en vanuit het kruinchakra. De inzichten die binnenkomen, hoor ik, mogen gezien worden met het hart en niet met het verstand. Want dan blijft die persoon in dat karmische stuk hangen.
die mag naar zijn hart gaan luisteren, mag zijn hart gaan openen. Dan krijg je de Inner Oracle, You Are the Channel, Déjà Vu, Self-Fulfilling Prophecy. En die persoon gaat dus de balans in zichzelf creëren, wat hier nu aan het spelen is, wat hier nu begint. De balans in zichzelf, waardoor dus hart en hoofd één zijn. En ook de linkerkant, rechterkant, mannelijke, vrouwelijke energie in eenheid zijn. Dat is wat ik hierbij voel. Heeft met emoties te maken. Je ziet ook dat alsof die persoon boven iets uitgestegen is. Boven de problemen uitgestegen is. En dan komt er verlichting. Dan is dat een stuk lichter boven zijn hoofd. Er gaan in ieder geval meer lichtcodes naar beneden komen. Meer inzichten. Meer helderheid. En dat is alleen maar gunstig. Dus hier mag iets gaan stromen. En Ascension Flame, Liberation. Dus die persoon maakt zich los. Kijk, hier zie je, je hebt dus nu drie kaarten met allemaal die cirkels op. Deze persoon maakt zich los uit een vicieuze cirkel. Want ziet eigenlijk ook dat hij niet hoeft te blijven hangen in een bepaald stuk. En dat er heel veel overvloed voor hem of haar te wachten staat. Als hij zich bevrijdt van dat karma waar hij in zit. Dus bevrijd van bepaalde zaken die hem al... Misschien heeft hij Er zijn dingen in zijn leven die al een paar keer achter elkaar gebeurd zijn. En daar wordt hij zich nu langzamerhand bewust van. Dat dit anders mag. Dat hier een verandering mag gaan plaatsvinden. Dat er een ascensie mag plaatsvinden. En er komt licht in het donker. Dus als je het eerst niet zag, je ziet dat aan het gezicht, dat daar de helderheid naar binnen komt, dan is deze persoon ook klaar om een verandering teweeg te brengen in zijn leven. Ik ga nog even verder met deze kaart, hoor ik. Bij Dharma, wat mag daar? Antakarana, Crossing the Rainbow Bridge, Resurrection, Coming to Full Circle. Zie je, de cirkel sluit zich. Dus het karma wordt gezuiverd, het karma wordt opgelost met de hulp van spirit. Heel veel energie, heel veel positieve energie. Dus deze cirkel gaat zich sluiten, ook voor deze persoon. Het karma is afgelost. In een oracle, wat mag daar gezien worden? Consciousness, self-awareness, personal realizations, prejudice. Dus deze persoon is in balans met zichzelf, kan dus ook nu bewust van zichzelf, kan dus ook nu zelf dingen gaan creëren. Door die poort van overvloed gaan. Wat eerst niet kon. Wat eerst niet lukte. Bij Ascension Flame. Wat mag ik daar zien? Sphere of Light. Healing Hands. Empathic Qualities. Animal Wisdom. Ik heb het gevoel dat deze persoon veel met dieren werkt. Of heel veel met dieren is. Bij dieren is. In de natuur is. Natuurliefhebber of een connectie heeft met dieren. En ook helende handen heeft. Misschien zelf heel erg empathisch is. Waardoor ook die kracht in zichzelf toeneemt. Die helende ervaringen. Ik heb ook het gevoel dat die persoon met zijn voorouders werkt. Maar daar gaat een shift draaien. Ik heb het gevoel dat hij meer met de animal wisdom, met de totemdieren gaat werken. En niet zozeer met mensen aan gene zijde of spirits aan gene zijde, maar meer met totemdieren. Dat deze persoon nu de trouw en de balans die dieren hebben of brengen, dat meer zijn stukje gaat worden. Die meer op zichzelf vertrouwt en ook op zijn helerskwaliteiten. Maar het kan ook gaan om iemand die hulp krijgt van diegene zijde. Misschien van Moeder Maria, Aartengel, Michael, wie dan ook. Dat hier iets geheeld wordt. Dat er een heelheid komt. Je ziet ook eigenlijk hier die hand uitgestoken met het licht. Het doet me denken aan de aas van bekers. Maar ook die beker van overvloed aangereikt wordt. Ook dat gebeurt hier.
Dus eigenlijk zie je dan, het zal me niks verbazen als je straks bij de tarot erbij komt. Dus dat hier iets gezien wordt en dat die persoon zich misschien ook geheeld wordt in de nabijheid van de natuur, in de nabijheid van dieren, dat daar zijn energie opgeladen wordt. Waardoor dus ook die overvloed naar die persoon toe kan. Ga ik even kijken naar het karma, naar de dharmawiel. Mag daar gezien worden? Nee, ik moet andere kaarten pakken. Okay. Wat mag bij dharmawiel gezien? Nou, dat is te veel. Gezien worden. Wat heeft te maken met het karma? Waar heeft dat mee te maken? Dit zijn mega veel kaarten voor je. Telkens uit eentje alsjeblieft. Bij het dharmawiel. Wat mag daar gezien worden? Eén kaart vraag ik dan. Ja, dat is maar. Dan gaan we kijken. Wat is de kosmos? Ascend. I connect to oneness and expand my awareness. Dus hier mag de verbinding met de kosmos gemaakt worden. En de bewustwording eigenlijk gecreëerd worden. Dat is wat ik hier zie. En even kijken wat dan de inner oracle is. Wat mag daar gezien bij de inner oracle? Is toch? Deze kaarten zijn echt een drama om te schudden. Dus dat is niet fijn. Bij de inner oracle. Dat mag ik erbij zien. Dank je. Mother of the Sea, Goddess, I surrender to the boundless creative flow of the ocean. Dus die gaat ook meer in die energie van het water, van de emoties. Je ziet dat ook hier allebei blauw. Gaat het ook uitspreken, emoties uitspreken, misschien naar jou toe, maar ook naar zichzelf. Hè? Dat hij het zelf gaat creëren nu. Dat hij nu beseft van, als ik hier niks doe, dan gebeurt hier niks. Dus er gaat iets veranderen. En weet ook dadelijk dat hij het zelf kan gaan creëren. Kaart nummer 44. Is ook weer een meestergetal. Goddess of balance, equality. I create and foster reciprocal relationships. Dus de balans in zichzelf is gemaakt. En de balans in zichzelf zorgt ervoor dat er een bevrijding is. En dat hier een stijging van de energie plaatsvindt. Waardoor er dus ook balans komt in de relaties. De relaties met hemzelf. Maar ook de relaties met anderen. Dus met jou. Dus daar gaat iets in veranderen. We gaan kijken naar de Antakarana. Crossing the Rainbow Bridge, Resurrection, coming to full circle. Wat mag daar gezien worden? Dat zijn er twee. Dat moet er niet, het moet één zijn. Deze kaarten zijn echt een drama om te schudden. Even kijken. Ja, nog eentje alsjeblieft. Ja. Bij Antakar, ja, eindelijk. Nou, het zijn er ook twee, hoor, het blijft zo. Nou. Crossing the Rainbow Bridge, Resurrection, coming to full circle. Dan krijg je de Amazon Queen Battle. I am a devoted warrior of the universe. Dus hij weet dat hij dus een krijger is van het universum. And the Cosmic Enchantress, Wishcraft. I attract a steady flow of abundance. Dus er komt een overvloed naar zich toe. Naar hem toe, omdat hij het zelf gaat creëren. Weet ook dat hij zelf in actie moet komen. Dat is wat ik hierbij voel. Dat die, en het gaat niet zozeer dat die actie er nu komt, maar meer dat hij een keuze gemaakt heeft. Dat er een keuze is gekomen door dit stuk. Innerlijke balans. Het stukje van karma. Wat ben ik aan het doen? Laat ik dit weer lopen? Ik zal hier doorheen moeten. Ik wil daar door die poort van, naar die poort van overvloed. Maar moet het zelf gaan doen, want het wordt niet naar hem toegebracht.
En de Ascension Flame, hij maakt zich vrij van dat karma hier. Dat hij misschien in het verleden geen stappen durfde te zetten. En er komt balans in hemzelf. Waardoor dus ook die keuze gemaakt kan worden. Crossing the Rainbow Bridge, Resurrection. Dus hij staat op uit dit hele karma stuk. En gaat ervoor, Warrior of the Universe. De Maya, de Amazon Queen. Gaat ook vechten voor dat wat hij graag wil. De overvloed. Consciousness. Wat mag ik daarbij zien? Gateways of Light, Infinite, I have unlimited access to the Divine Mind. Kijk, en dit is voor mij het tweelingzielplaatje. Dus dat is wat hij wil, daar gaat hij voor. Jullie zijn samen, jullie zijn verstrengeld met elkaar. Er zijn stukken, je ziet die slang. Ik heb ook het gevoel dat het met de Kundalini-energie te maken heeft, maar ook met de heling van jullie alle twee. Dat self-awareness, personal realizations and prejudice. Dus dat die persoon, dat hij weet van, ik realiseer me dat zij de ware voor me is en ik moet daar iets aan doen. Want de warrior geeft aan, ja, je zult wel moeten gaan vechten voor datgene wat je wil. Dat is wel jouw taak. Bij de Sphere of Light, wat krijg ik daar te zien? Wat mag ik daar zien? Ik heb ook het gevoel dat deze verbinding dadelijk geheeld wordt. Reflect the mirror. I hold the mirror up to see, accept and love all of me. Dus jij houdt van jezelf, maar hij ook. Dus in dit stuk zijn jullie nu gekomen dat jullie alle drie, alle twee houden van jezelf en daardoor ook een stap hoger mogen. En ik zei drie, want ik zie hier drie kaarten met goudkleur. En goudkleur is voor mij de kleur van het universum, van het kruinchakra ook. En van het ik krijg nu te horen, starseed chakra. Ik weet niet of dat goud is. Daar heb ik geen idee van. Maar ik ga eens even kijken, want ik heb ook natuurlijk nu de engelen erbij. En die hebben ook een gouden vlam. Dat is Aartengel Michael. Aartengel Michael, die kan dus ook hele en dingen oplossen. Dan een gouden kleur. Aartsengel Metatron. Aartsengel Metatron zorgt ervoor dat alles in de innerlijke rust komt. Dat er heling komt. Maar ook dat alles volgens de Merkaba gaat. Alles gaat volgens een verbinding die eigenlijk gezien mag worden. En ja, Michael is eigenlijk de bescherming, kracht, moet energetische koorden verbreken. Dus ook wat het karma betreft. En werken aan de toekomst. Dus dat is wat jullie willen. Jullie willen samen groeien. En dat is wat jij wil en dat wil die ander dus ook. Maar dan sta je dus eigenlijk al direct voor de union, heb ik het gevoel. Deze niet, hoor ik. We gaan even kijken met andere kaarten hoe dit proces verloopt op dit moment. Dit is het proces wat hij gaat afwerken, dus waar hij naartoe gaat. En ik heb het gevoel dat hij nu in dit stuk zit hier, zo van, ik moet overgeven aan de stroom. Dus hij zit eigenlijk hier van, ja, er moet een verandering komen, ik moet het gaan doen. Langzamerhand beseft hij dat. En dan ga je die balans krijgen en dan gaat dus die ascension komen. Maar dit gaat dadelijk sneller stromen. Hernieuwing, wedergeboorte, nieuw leven. Op dit moment zit hij daar dus in. Dus hij zit nu in het proces van iets opnieuw geboren laten worden. Het heeft te maken met eerlijkheid en vriendschap. Als dat dus eerst onveranderlijk was en onbeweeglijk, hij zat dus vast daarin. Van het is vriendschap, we blijven het zo houden, maar ik moet ook trouw zijn aan mezelf. Dat gevoel heb ik. Trouw zijn aan jezelf. En dat moest hij zijn. En dat was hij misschien niet. Dan zat hij in gevangen van, ja, ik ga niet verder dan de vriendschap. Hou het daar maar even bij. Maar er komt dus een wedergeboorte aan. Ik ben zeer benieuwd wat er nog meer komt. Wat gaat stromen? Dan krijg je de kaart de winter. Rust, herstel en opladen. Ik heb het gevoel dat hij nu ergens is. Of nu daar is een stilte is. In de rust is, dat hij die rust ook pakt. En dat ligt ook hieronder in die kaarten, dat die rust gepakt wordt. En dat is ook goed. Misschien is er even geen contact tussen jullie, maar ook dat is niet erg. Want er gaan dingen stromen.
eindeloos. Het is namelijk een patroon wat hij zich herhaalt, dat hij toch niet misschien ergens in blijft hangen, lang in blijft hangen. En, maar heeft het niet misschien is er iets gebeurd bij hem waar hij in een patroon hing, wat zich herhaalt, wat hij nog niet gezien had. Wat hij niet zag, dat het blurry was, maar ook eigenlijk dat hij het onbekende. Het was, ik heb het gevoel dat er onbewust dingen spelen die hij nog niet ziet. Het wordt nog verborgen voor hem gehouden. Ja, ik ben heel benieuwd wat het mee te maken heeft. Ja, bevroren zie je de stilstand. Er wordt iets voor hem verborgen gehouden. Het kan zijn dat hij met mensen te maken heeft die zorgen voor stilstand in die verbinding tussen jullie. Dat kunnen mensen zijn die leven. Het kunnen ook overleden dierbaren zijn die andere meningen hebben daarover. Als die in het aardse leven ook heel erg dominant waren, dan gebeurt dat daar ook. Hè? Maar er komt gaat deur naar de vijfde dimensie. En er komt een hoger bewustzijn. En dat lag je ook, hè, dat er consciousness komt. Dus dat is op dit moment, is die daar al mee bezig. Ik heb het gevoel dat dat onderliggende stuk is wat er dus gebeuren gaat. En hier is die mee bezig. Dit voelde altijd goed tussen jullie. Het ging niet verder dan de vriendschap. Tot zover was dat. Dan is er een stilte gekomen. Dan zit die persoon nu in een stuk gevangen dat hij niet verder kan. Maar plotseling komt daar het hoge bewustzijn om de hoek kijken. En hoe gaat dat dan verder tussen jullie? Waar is hij mee bezig? Er komt groei en er komt vertrouwen. Vertrouwen in jou, vertrouwen in de connectie. Maar ook dat belastte meer. Poeh. Het is een zware energiehandel om hem heen. En of hij dat zelf doet of een ander, dat weet ik niet. Maar onduidelijk, negatieve gedachten. Ik heb het gevoel dat die persoon niet weet wat hij moet doen op dit moment. Ik hoor nu, blijf maar kaartjes pakken, want de... Oké. Maar die persoon wordt wel beschermd door spirit. Voelt zich ook geborgen bij jou. En langzamerhand, en ik hoor dat dit vandaag is. Het is een tijdloze reading, maar als je die kijkt, is dit vandaag. En dit geldt dus op de dag dat je deze reading kijkt. Dan gaan we verder. We gaan 3 dagen doen. Ik heb het gevoel dat dat 3 dagen in beslag neemt. Wat gaat de tweede dag gebeuren, Maria? Ik werk nu met moeder Maria even. Die is even hier. Doelloos, hij is aan het zwerven van het ronddwalen. Wat nog de tweede dag? Wat gaat nu gebeuren? Even kijken. Oké, beweging komt erin. Het is een overgang. Dus hij gaat van doelloos naar een overgang. En hij gaat los van een emotie komen. Waar hij zich niet bewust van was. Hij had dat niet in de gaten. Hij was zich daar niet bewust van. Dus morgen, de tweede dag. En er komt een vuur, creatief, creatie. Ga dus dingen creëren. Ga dat ook zien. Dan, hij voelt zich onvolledig. Omdat jij er niet bent. Omdat jij geen reactie geeft misschien. En hij is zich bewust van jouw energie. Dus dat gaat de tweede dag gebeuren. Dat is wat veel. Nou, wat gaat er nog meer gebeuren morgen? De kaart uitputting. Het is een lange weg geweest en hij is moe. Maar, wat gaat daar aan? En dan krijg je toch, dit is tijd, juist hier en nu. Hij beseft dat het tijd wordt om... Misschien hebben jullie heel lang geen contact gehad, hè?
En beseft hij zich dat nu, omdat de planeten ook retrograde staan. En als de planeten Mercurius vooral retrograde staat, betekent dat iets gebracht wordt in je leven. En rustig aan, beheerst, opbouwend stap voor stap en stabiel. Hij wil een stabiele verbinding maken. En dat is ook goed, dat is ook prima. Maar dan moet hij even de tijd voor nemen. Dus dat gaat langzaam, langzame stapjes vooruit. En dan een nieuwe ervaring. Er komt liefde, er komen de gevoelens, zijn intuïtie gaat eigenlijk opspelen. En gaat hem begeleiden in dat hele proces. Dus wat hieronder ligt, die balans gaat zoeken, die ascension flame, dat hij dingen gaat zien, dat hij de kracht mag krijgen, de warrior mag zijn om dat te gaan halen, zijn koningin eigenlijk mag gaan halen, om het zo maar hier te zeggen. Het is een strijd met zichzelf, dat is het. En dan krijg je de kaart groei, volgende stap, een nieuwe fase. Dat gaat er dus gebeuren. Dat is dus morgen. En dan krijgen we de kaart begeleiding, hulp, steun, advies en geschenk. Dus hij krijgt hulp van spirit om iets neer te zetten. Dan gaan we de derde dag. Dan ga ik dadelijk over naar de tarot. De derde dag. De angst. Het kan nog zijn dat er nog een af en toe wat paniekgedachten opkomen, maar ik heb het gevoel dat die opgelost worden. Dat zullen we eigenlijk zien. Die gaan verdwijnen, die angstige gedachten. Ja, zie je? Hij gaat een keuze maken. Hij maakt zijn standpunt. Het zwaard van aardige Michael. Hij krijgt duidelijkheid in misschien waarom hij die gedachten had, waarom hij gespannen was. Dat hij daar de duidelijkheid in krijgt. En de schaduw, hij aanvaardt zijn gevoelens. Misschien was hij bang om die gevoelens te aanvaarden die hij voor jou heeft. En dat gaat hij dus nu wel doen. Hij gaat duidelijkheid krijgen daarin. En dan komt er een oplossing. Hij krijgt een inzicht. Hij sluit die angsten af. En dan krijg je het ontwaken. Je gaat verbinden met de natuur. Daar vindt hij de verlichting in. Misschien in zon, zee of... In de natuur, in het bos. Er gaat een nieuwe bewuste fase. Een persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei. Dat lag hier dus ook onder. En hier zie je dus dat die gespannen is. Onbewust. Dat lag ergens onder hier. Onbewust, dan ga ik toch even kijken waar dat lag. Even kijken, overgang. Hier lag het onbewuste, gisteren dus. Dus de tweede dag. Dat is de derde dag. Even kijken. Wat komt er daar? En hij is dankbaar. Dankbaar voor jullie connectie. Dankbaar voor zichzelf. Dankbaar dat hij het gered heeft. En er komt een transformatie in de vrouwelijke energie. Vrouwelijke energie die geeft inzichten. En ja... Helderheid, kracht geeft hij ook. Dan krijg je het ware zelf. Hij gaat zichzelf zien. Ik heb het gevoel dat hij dat al weet wie die is. En dat hij die zoektocht naar zichzelf afgerond heeft. Of af gaat ronden. Onevenwicht. Dus hij geeft stemmingswisselen misschien. Nog. Maar toch heb ik het gevoel dat daar balans in komt. Ja, zie je de waarheid. Hij wordt bewust, hij kijkt voorbij de illusie. Want hij denkt misschien dat hij nog niet in evenwicht is. Maar is het wel? En dat gaat hij de derde dag zien. Dus dat hij in evenwicht is. Hij ziet het gewoon. En die emoties van ik ben niet in evenwicht, ik kan niet naar die persoon toe. Die gaan opgelost worden, want hij gaat het zien. Hij gaat alles loslaten wat hem tegenhoudt. En de herfst, en ik moet nog 3 kaarten pakken. Wat daarna, of 4 kaarten, wat daarna gaat gebeuren. Overgevoelig, hij is hooggevoelig, sensitief, HSP misschien, voelt heel veel. En hij heeft de zekerheid, hij heeft zijn financiën op orde, hij heeft zijn carrière op orde, zijn structuur. En het heeft te maken met een cyclus, een bestemming lot. Hij weet waar hij naartoe mag. En de beweging. Hij komt in actie.
Dus 3 dagen duurt dit hele stuk. Althans, dat krijg ik nu door. Het ligt natuurlijk eraan wanneer je dit kijkt. Maar binnen een dag of 3 gaat er iets veranderen. Als er bij jou al dat stuk van dag 1 gebeurd is, dan zit je dus nu in dag 2. Maar nogmaals, alles heeft te maken met energie. Dus daar mag je even geduld in hebben hoe dat zich ontwikkelt. Kan ik natuurlijk ook niet zeggen. We gaan eens even kijken met de tarot. Oeps, sorry, dat was een doos met kaarten. Oké, Maria, wat wil je ons zeggen? Wat zullen we doen? We gaan beginnen bij het begin, zegt ze. Dit wordt een hele lange kaartlegging, maar het maakt niet uit. Althans, wat ze zegt is, je moet ook even luisteren naar de ambulance wat langskomt, de sirene. Dit is wat hij dus nu gaat krijgen. Het is eigenlijk symbolisch staat het voor het traject waar hij nu in zit, dat het eigenlijk de alarmfase is voor hem. Alarmfase van het wordt tijd dat je nu eens gaat kijken wat je aan het doen bent. En dat je gaat kijken van wat je wil. Vooral wat hij wil, wat hij wil manifesteren. We gaan kijken naar de tarot. Charging ahead. Gaat vooruit. Ultimate Achievement, 10 van Pentakels, heeft ook te maken met, hij gaat dus iets oplossen en de kracht in zichzelf terugvinden. Maar heeft ook te maken met 10 van Pentakels, betekent ook de wish fulfillment en de liefdes-tweelingsrelatie, judgment, het oordeel. Hij gaat boven zichzelf uitstijgen, karma review. Dat lag daaronder. En het karma review betekent dat er een oplossing komt. Ligt ook hier. De oplossing ligt hier. En er gaat balans komen. 6 van Pentakels is ook weer een balanskaart. Equality, zo beneden, zo boven. En nu vliegt mijn kaart op de grond. Moment. En dan krijgen we de kaart Emotional Mastery. Dus hij gaat dit oplossen. De King of Cups, hij gaat zijn emoties onder. Nou, niet onder controle krijgen, dat is een lelijk woord, maar in balans krijgen. Hij gaat die emoties in balans krijgen, dat is ook nodig. Temperance, hij heeft even tijd nodig om dit te herstellen, om deze stukken te herstellen, krijg ik te horen. Dus dat moet je hem even de tijd voor gunnen. Dan de Knight of Wands, Passionate Adventure. Hij weet dus dat hij naar jou toe moet komen. En dat gaat ook gebeuren. Want de Ridder van Staven, die komt je in liefde brengen. Passie. En dan hebben we hier de King of Swords. Het heeft dus te maken met communicatie ook. Dus deze persoon voelt heel veel voor jou. Maar moet dus ook nog leren te communiceren. Of in ieder geval zijn emoties te accepteren, wat hij voor je voelt, heb ik het gevoel. Dan de 6 van staven, de reconciliation, recognition, dat is wat ik voelde hier net. Hij moet zijn emoties, die gaat hij accepteren. Datgene wat hij voor je voelt, zat daar in een stukje wat hij heel moeilijk vond. Ja, want als hij die emoties accepteert, wat hij voor je voelt, dan moet hij er ook iets mee doen, hè. Dan kan hij niet blijven zitten waar hij zit. King of Wands. Dus er komt een koning van staven aan met een hele nieuwe energie. Hij heeft zijn energie omgeturnd. Van ik weet het niet, ik weet niet wat ik wil. Knight of Swords. Daar komt hij dus aangesjeesd op die motor. Om in actie te komen. Om te komen praten met je. Want de communicatie, 2 van Pentakels, balancing act. Maar 2 van Pentakels is ook de tweelingzielenkaart. Daar gaat hij naartoe. Hij komt naar jou toe. En dat gebeurt dus, daar zit hij dus nu in. Hij zit in die transformerende energie. Kijk, dit proces, die 3 dagen transformeren. Ik heb het gevoel dat dit op de 4e dag ergens iets gaat gebeuren. En dan mag je daar wel op vertrouwen dat er in ieder geval een verandering gaat komen. Mits deze reading met jou resoneert. Hè? Kijk, als dit niet met jou resoneert met jouw situatie, gebeurt dat natuurlijk niet. Als jullie in een andere situatie zitten, dan is dat wel anders. Maar
als jullie in een situatie zitten waarin dit allemaal stroomt, dat hij zich even terug heeft getrokken en dat jij zoiets hebt van, weet je, laat hem met rust, dan gaat dit ook stromen. Maar ik heb wel het gevoel dat er heel veel positieve dingen gaan staan te gebeuren. Moet ik nog een andere kaart pakken? Nee, zeg maar, ik kan het of niet. Of toch? Deze van nog. De cold shoulder, dus tot nu is het koud. Kijk, zie je twee dezelfde kaarten, ongeveer koud. Someone is feeling shut out. Nou, jij hebt misschien het gevoel dat je buitengesloten wordt, maar second chances, jullie krijgen een tweede kans. Er komt contact. Maar hij gaat dat contact beginnen. Het is de bedoeling dat hij contact gaat opnemen. En er wordt de balans hersteld tussen jullie. En er wordt liefde. Een liefdesbalans gaat. Budding romance. New love romance is in hier. Dus er komt gewoon heel veel liefde op jullie pad. En dat is eigenlijk wel heel fijn om te zien. Victory lap. Happy ending. Van jouw secret admirer. En die blijft dus standvastig. You are standing firm against any challenge. Dus hij kan dit aan. Maak je geen zorgen, hij kan dit aan. You've caught someone's eye. Dus ik heb ook het gevoel dat hij stiekem op jouw social media kijkt. Naar je foto kijkt, dagdroomt erover als hij de tijd heeft, maar er gaat in ieder geval abundance, overvloed, absoluut geluk. En je wordt gezien en je wordt eigenlijk, ja, jouw succes wordt gezien. Want dat is eigenlijk het stukje wat er is. Dus eigenlijk gaat dit gewoon goed komen. Geef het vanaf nu een paar dagen. En zie wat er dan gebeurt. Dankjewel voor het kijken en namaste.